deelde met mijn creativiteit, ben ik dus voor die creativiteit naar Amsterdam verhuisd. Ja, die creativiteit, die Fano, zult u zeggen. Ja, vertel eens even, wat is die Fano? Dat is natuurlijk een artiestennaam, hè? Die Fano is een artiestennaam. Ik ga daar verder ook niet te veel over uitweiden wie die Fano precies is. Dat komen jullie namelijk allemaal wel te weten naarmate mijn carrière zich een beetje gaat vorderen. Ja, die carrière. Je hebt allereerst al een cd gemaakt en dan staat daar dus letterlijk als tekst op: He is living in the Dana Society, he is a rebel boy with dignity and his name is Divano, with Dana Dana Diva Diva. Wat is dat precies? Ja, ik heb gewoon dat nummer verzonnen toen Dana International het Songfestival won, zo anderhalf jaar geleden, of twee jaar geleden. En toen dacht ik van, ja, Dana is op zich al een opzienbare persoonlijkheid, maar ik vond het gewoon zo moedig van haar dat ze toen de tijd, gewoon een vaart. You're watching Ahoy Radio TV. On the YouTube channel with the program originally broadcasted in the summer of 1999. This is Divano. That time the star of the show on the roof of the Nemo. You see this view at this moment. Eigenlijk pas maar door in Europa was doorgebroken. Ja, Dana Dana van het Songfestival 98, hè? Ja. Ja, nou goed, we zitten nu bijna in 2000, maar goed, jij bent nu... En Dana Dana tried it again in 2011, but ook even without any... Well, let me stop this. Dana Dana, on behalf of Israel, Otrabes, once again in 2011 on the Eurovision Song Contest. Overal waar ik kom, dus ja, onder andere het Nieuwe Meer. En wat is de verkoopprijs? Een tientje. Oh, dat is spot goedkoop. Dat was 10 guilders. It's now something like 22 euros. De meeste heb ik nog niet kunnen overreden met mij in zee te gaan. En toen dacht ik op een gegeven moment van, nou ja, ik ben rebels genoeg om het zelf aan te pakken. Nu hoef ik ze nog ineens meer. Je hebt me ook verteld dat je op de uitmarkt iets bijzonders hebt meegemaakt, hè, met een bekende Nederlandse mevrouw. Ja, dat was een duo-presentatie met inmiddels moeder Karin Bloemen. Was hartstikke leuk. Karin Bloemen. Toffe dame hoor, die toffe diva. Very special woman. Ik hou van je. Een cabaretier in Dutch. Waar treed jij op? Waar kunnen de mensen je bewonderen? Doe je optredens überhaupt? Ik doe optredens. Ik heb opgetreden in Queenset op de Zeedijk. Ik heb in Amsterdam op locatie opgetreden. En waarschijnlijk als de IT straks weer open gaat, dan wil ik het daar ook nog een keer proberen. Want ik ben helemaal klaar voor de IT. Ja, dat is een hele goeie eigenlijk. Daar heb je het nu even over. Gaat die weer open? Zijn de plannen? Voor zover ik weet niet. Maar ik zal binnenkort... ik denk dat ik maar eens met Manfred Langer ga praten. Of ik ga gewoon naar zijn graf toe. En dan ga ik... Manfred Langer was de owner of The It, the big gay disco in the years of the 90s in Amsterdam. All the gay people of Europe came to The It in Amsterdam. And it's reopened again, but I don't know exactly at this moment in 2011 what the name is. But on the old location, there is a new gay club, Otrabes, again. Ik word een beetje gestoord van hoor, als alles maar dicht gaat. En er komen misschien weer nieuwe zaken bij, hè? Dat wel, ja. Maar na welke bedoel je dan? Ik heb gehoord dat het vroegere DOK... DOK is inmiddels al open gegaan. Dat is trouwens vanavond weer. Ik denk dat ik daar even een kijkje ga nemen. Dan zul je Fabiola ook tegenkomen, want die komt daar geloof ik ook regelmatig, hè? Ja, nou, weet je... Fabiola, she was a regular guest in the years 1999... Till about 2004 in my several programs on several channels. Fabiola, the living statue, about 65 years, more or less, at this moment in 2011. Tijdens de zonsverduistering hebben we gefilmd op het dak van de New Metropolis met een zwarte kledij. Wat stelt die kledij voor, gezien dat gewoon tijdens dit gesprek even in beeld? Nou, het is een beetje te omschrijven wat soort... een gotische, eigentijdse monnik habijt. Zoiets.
zo zou ik het op een grappige manier wel kunnen omschrijven. Is dat je enige outfit als artiest of heb je er meer? Tot nu toe wel. Maak je ook je kleding zelf? Ik ontwerp het samen met, wat betreft dat pak waar ik het dus er net over had. Daar heb ik de basistekeningen voor gemaakt en een goede vriendin van mij, Beverly, die heeft het gerealiseerd. Maar we hebben het eigenlijk een beetje samen gedaan. Ja. En nog even terugkomen op die cd, er is één nummer wat erop staat, hè? Ja, een single cd is het. Heb je meer nieuwe plannen om muziek te gaan opnemen? Ja, ik wil misschien in het najaar eens een kijkje gaan nemen in New York. And he speaks about the autumn of 1999. He wanted to go to New York. I don't know what happened, because we tried to get on Ahoy Radio TVE. This guy again, that time he was 29 years. This program was taped about 12 years ago. Maar omdat ik in het kader van mijn carrière naar Amerika wil, om daar goede contacten te leggen, noem ik de plaat wellicht Let's Go to Gorgeous Sydney. Of hij komt gewoon als een soort duo-plaat uit. Dus voor de Amerikaanse markt, Let's Go to New York City. En voor Europa, Let's Go to Gorgeous Sydney. Je bent toch in het Amsterdamse uitgaansleven inmiddels bekend? Nou ja, ik kan me wel voorstellen dat... ik kan me eigenlijk niet voorstellen dat niemand ooit nog van die Fano heeft gehoord. Ik bedoel, Amsterdam heb ik nou volgens mij wel een beetje die bekendheid. Die ligt aan je voeten, Amsterdammers. Nou ja, dat weet ik niet. Ik denk dus dat het heel duidelijk is, die cd van die Fano die is te koop bij boekhandel Vrolijk en in de Stringslip, zei je net. Nou, well, in 2011, in August, the Stringslip will be closed down. The Stringslip, the shop for the gay people, for underwear and all kind of things, erotic articles, will be closing down because of the crisis. 2-2, ik ben te boeken, overal. En ik heb een heel goede prijs, dus ik ben euro bewust. Back again to Vrolijk Feest 1999. The reopening of the Vrolijk start in Amsterdam in the summer of 1999. A program originally broadcasted in September 1999 on Kleurnet Television. Thanks to Mr. Luc Sala, he gave me ever the chance to start television, and my first program was broadcasted on television on the 24th of December in 1998. Mr. Luc Sala was the guy who had a commercial television station, first Mister and later Kleurnet. And he was the opposite of the public TV station still existing in 2011, AT5, de zender die doet wat de gemeente Amsterdam zegt. Ze zijn afhankelijk van subsidie. En Sala was een onafhankelijke programmamaker en zendgemachtigde. En kun jij mij vertellen wat dit achter ons is? Ja. Wat is dat dan? Het ben ik Freya. En wat is dat achter ons, die kleurtjes? Wat is dat? Dit pikken. Ik ga gewoon het bier aanmaken, ogen maken. Dit was een great great taping in the summer of 1999 in the Vrolijkstraat, the Vrolijk Feest 1999. My colleague Helene interviewed a girl and she should be now something like, I don't know, we are 12 years later in 2011. I hope she's viewing this program and she recognizes herself and contacts us through the YouTube channel. We will interview again if you're still living in Amsterdam, this girl. Nou, ik denk dat de kijkers het wel begrijpen wat je hebt verteld. En bedankt. Wil je nog wat zeggen? And in 1999, her Dutch was very poor. I hope, little girl, that time in 1999, you watch this program on our radio TAEVE on the YouTube channel. Please contact us. Push on the button and send a reaction. We want your interview again. Een van de jongste bewoners
uit de Vrolijkstraat. Ja, bedankt. She lived in 1999 in de Vrolijkstraat. Sonja, en dan ga je niet heel nieuw eigen. En donderdag. Donderdag kunt u haar zien, bedoelt ze. We spreken hier in de Vrolijkstraat met een paar mensen die hier wonen. Mevrouw, hoe lang woont u in de Vrolijkstraat? In de Vrolijkstraat zelf wonen we ongeveer 6 jaar, denk ik. Ja. And this program was originally broadcast and taped in the summer of 1999. Voorheen hebben we een stukje verder doorgekomen. Dat was oudbouw? Nee, maar dat was ook nieuwbouw. Dat is van een jaar of 6 geleden. Daar kwamen we ook in dat het nieuw was. Dus, Goed, vandaag hebben we dat feest hier. Hoe is het nu? Ziet u veranderingen, de vrouwen? People were sitting on all kan alles zien cultures dat, on the table and having a breakfast. Will you see it on screen now at this moment? Het was eerst een vrij donkere straat, donkere wegdek, donkere trottoirs. Dat is een beetje viezig. En je ziet het zelf. Ze hebben met de kleurtjes leuk gespeeld. Het ontwerp van de speeltuin is heel leuk. Ja, het is echt... Echt een vrolijke straat geworden, ja. Dat is ook heel kindvriendelijk. Ik zei straks nog tegen iemand, het valt nu pas op hoeveel kinderen hier wonen. Er wonen veel kinderen, hè? Het valt nu pas op, omdat het speelplaats is. En er wordt veel meer buiten, lijkt het wel gespeeld als voorheen. Als voordat het vernieuwd was allemaal. We hebben wel ter horen gekregen dat er toch iets aan de hand is met de vuilnis hier, hè? Klopt dat? De ondergrondse vuil, klachten. Met de rommel naast. And there's me, the voice in 2011, that's Bert. Back again in 1999. Wel naast de containers ligt. En er zijn ook een aantal plekken met containers waar het heel netjes uitziet. Dat is echt heel verschillend per plek. Maar het klopt dat er een paar plekken zijn die echt, ja, waar ligt het vuil gewoon meters hoog af en toe naast de containers. Dat klopt. En heeft u ook aangezeten aan de lunch hier vandaag? Ja. Hoe was dat? Dat was heel erg leuk. Dat was heel gezellig en ja, het was heel knus en leuk en ja, het weer zit natuurlijk hartstikke mee. Al buren gezien die je wel kent en die je nou weer, waarvan je nu denkt, oh, dat zijn dus buren. Heel erg leuk. Wonen er veel verschillende nationaliteiten hier? Ja, ik geloof het wel. Ja, ik geloof het wel. Ik zou niet weten hoeveel, maar Turken, Marokkanen, Spanjaarden, Surinamers, Nederlanders. Wat dat betreft is het een doorsnee Amsterdamse volksstraat, zeg maar. Ja, het is heel divers. Het valt me wel op dat vandaag bij de lunch bijvoorbeeld het hoofdzakelijk Nederlanders waren die aanzaten. Ja, dat vond ik wel een beetje opvallend. Ik weet niet waarom dat zo is. Maar je